Goedenavond. Aan het einde van de Black Achievement Month heet ik u welkom bij de lezing Soul on Fire. Mijn naam is Anne Vechter. Ik ben de voorzitter van de Academie van Kunsten, onderdeel van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Ik neem u vanuit het Trippenhuis in Amsterdam mee naar een avond met verhalen, narratieven over slavernij in Suriname en de ongemakkelijke overlevering daarvan in de vorm van hedendaags racisme in Nederland. Institutioneel, tussen mensen, in onszelf. Een avond over de kracht van verhalen in de strijd tegen racisme. Een groot welkom daarom aan mevrouw Asfa Bijnaar, onze gastspreker van vanavond. Asfa Bijnaar werd als socioloog en schrijver begin 21e eeuw opgeleid aan de universiteiten van Suriname en Amsterdam. Onderzoekster naar de sporen van het koloniaal verleden in Nederland. Maakster van Nederlands eerste stripboek over een waar gebeurd verhaal in slavernij. We kijken uit naar uw lezing Soul on Fire. U laat ons ervaren hoe persoonlijke verhalen het niet erkend historisch racisme in dagelijks perspectief zetten. Of andersom, u laat ons ervaren hoe niet herkend dagelijks racisme in historisch perspectief staat. Welkom via Zoom, wie met ons verbonden is. Welkom leden van de academiewerkgroep. Bomen die langzaam groeien hebben diepe wortels. Dat is de titel van de werkgroep. De werkgroep is opgericht op initiatief van onze moderator van vanavond, Anthony Heidweiler. Hij is lid van de Academie van Kunsten, operamaker en onderwijsinspirator. Welkom voor Anthony. In de werkgroep worden de wortels van ongelijkheid en de diepe wortels van hedendaags racisme gedolven en uitgespit. Door lezen, gesprek en het samenstellen van een openbare leeslijst ontstaat een ingang om door de ogen en het hart van de zwarte schrijvers en schrijfsters te leren zien en te begrijpen. Lezen is een vorm van verplaatsingskunde. Mevrouw Asfa Bijnaar geeft ons vanavond alvast een eigen les in die verplaatsingskunde. Hoe zich in de ander te verplaatsen. Hoe zich in een andere situatie te verplaatsen. Hoe zich in een andere tijd voor te stellen. Het vraagt verbeeldingskracht. Daar grossieren niet alleen kunstenaars in. Kinderen, leerlingen, studenten, wij. Wij kunnen dat ook. Iedereen kan het. Maar vanwege de erkenning van hedendaags en historisch racisme vraagt het om meer. Durf. Het vraagt om durf om uit de bubbel te stappen. Als directeur van de Educatio Studio maakt Asfa Bijnaar tentoonstellingen en lespakketten over erfgoed van slavernij. Zij stapt uit de bubbel. Ze geeft jongeren, wit en zwart, kracht om sterker in de samenleving te kunnen staan. Het moet toe naar een structureel gesprek over racisme in het onderwijs, vindt Bijnaar. Uit die bubbel. Als projectleider van het platform Musea Bekende Kleur nodigt ze musea uit om in gesprek te gaan. Anders naar collecties kijken, zelfkritisch, kwetsbaar. Het doen inmiddels 31 musea mee. Willen we een duurzame verankering van de inclusieve en diverse samenleving, dan hebben we meer verbeelding nodig. We hebben deze zomer de felle protesten tegen wereldwijd racisme zien toenemen. We moeten de urgentie erkennen. Om een gelijkwaardige toekomst te verbeelden, hebben we frames van het verleden nodig. Het Nederlands verleden in Suriname, om maar iets te noemen. Kijk daarom heel even mee naar een flitsfragment van de film Wij zijn er, door Ivan Barboza, waarin Typhoon, lid van de Academie van Kunsten, de pijn en de woede om de slavernijgeschiedenis ontvouwt. Ja. Na de lezing gaat Anthony Heidweiler in gesprek met Asfa, waarbij ook vragen gesteld kunnen worden door de leden van de werkgroep. Maar graag nu uw aandacht voor mevrouw Asfa Bijnaar met Soul on Fire. Dank u.
Dankjewel. Wij houden van verhalen. Verhalen vertellen, ofwel populair gezegd storytelling. Meerstemmigheid, dat zijn concepten die we steeds vaker horen in de kunstsector en in de cultuursector. Op dit moment coördineer ik, het werd net al gezegd, het project Musea Bekende Kleur, waar 31 musea en archieven samen zijn aangesloten bijeen. Sorry, even door. Ja. Met steun van het Mondrian Fonds en met het steun van Rijksdienstcultureel Erfgoed zoeken we uit welke nieuwe verhalen wij nog meer kunnen vertellen. Nieuwe verhalen die in onze collecties besloten zijn. Nieuwe verhalen die ook deel uitmaken van onze identiteit. Ik vergeet dit. Deze zoektocht naar nieuwe verhalen zien we ook terug in de theaterwereld, zien we ook terug in de filmwereld en in de literatuur. De werkgroep van de KNAW wil met een serie lezingen een leeslijst ontwikkelen waarmee het gesprek op scholen over racisme wordt gevoerd. Ik ben blij dat de werkgroep in samenwerking met de Black Achievement Bond op deze manier een steen wil bijdragen aan het maatschappelijk debat over dit gevoelige onderwerp en de hardnekkige praktijk van racisme. Ik voel mij vereerd met de uitnodiging om hierover mee te denken. En ik nodig u uit om met mij mee te gaan vanuit het concept van verhalen. We komen er dus steeds meer achter dat verhalen een krachtige strategie zijn, gebruikt kunnen worden, een krachtige strategie is om te gebruiken in het debat om polarisatie te verminderen. Maar een narratief kan ook gebruikt worden om te polariseren. Maar verhalen moeten verteld worden. Maar er moet vooral geluisterd worden naar verhalen. Zo hoorde ik onlangs psychologen en antropologen Aminata Cairo stellen in een interview. Want alleen door te luisteren kun je inleven, empathie opbrengen, je ergens van bewust worden en de urgentie voelen om tot actie over te gaan, tot verandering over te gaan. Wat kunnen we doen met verhalen in een polariserend debat over racisme? En bij wie ligt nu de bal om te luisteren naar het verhaal van de ander? Daar kom ik straks op terug. Wat is nu mijn verhaal? De geschiedenis van de familie van mijn vader begon niet in de transatlantische slavernij, maar net als de familiegeschiedenissen van veel Surinamers begon ze lang daarvoor ergens in Afrika. Waar ze exact vandaan kwamen en hoe ze daar leefden voordat ze aan de westkust ergens daar tot slaaf werden gemaakt, is nauwelijks vastgelegd. Slaafgemaakten werden gereduceerd tot handelswaar. Namen en andere persoonsgegevens werden nauwelijks geregistreerd. Mijn voorouders kwamen terecht op de plantages La Liberté en Groot Châtillon, beide suikerplantages gelegen aan de Suriname rivier. Groot Châtillon besloeg 500 hectare en er werkten 227 slaafgemaakten. En het leven op suikerplantages was vergelijkenderwijs heftig. Zo heftig dat plantagehouders slaafgemaakten bij wijze van straf overplaatsten naar een suikerplantage of hen ermee dreigden. Dus daar moest je wel voor uitkijken. Groot Châtillon was van 1819 tot 1863 eigendom van de familie Bueno de Mesquita. De familie had meer plantages in haar bezit, waaronder plantage Liefdenshoek. Aan de vooravond van de afschaffing van de slavernij in 1863 werden de slaafgemaakten per eigenaar geteld, zodat de hoogte van de financiële compensatie die de eigenaar ten deel zou vallen, nauwkeurig kon worden bepaald. De geregistreerde slaafgemaakten kregen daarbij een achternaam. De lotgenoten van mijn voorouders op plantage Groot Châtillon kregen achternamen als Atlas, Borst, Cadeau, Pijpen, Pruimen, Specerijen, Kantoor, Vork, Washington en Flink. Mijn familie kreeg de achternaam Bijnaar. De familie Bijnaar bestond toen in ieder geval uit drie broers. Te weten, François was geboren in 1834, Dirk geboren in 1835... en Lambertus August uit 1830. Wie hun moeder of vader was, vermelden de bronnen niet. De drie bijnaars, respectievelijk 27, 28 en 33 jaar oud,
waren alle drie delver van beroep, een soort graver. En Dirk was op het moment van registratie veroordeeld tot dwangarbeid aan openbare werken in een verbanningsoord vanwege een verzetsdaad. De laatste, Lambertus August, werd mijn overgrootvader. En hij was dus de opa van mijn vader. Ja. Mijn overgrootvader en zijn broers woonden en werkten op de grote plantage Groot Châtillon. Dus toen de slavernij was afgeschaft, 1863, was mijn overgrootvader dus 33 jaar. Na de afschaffing van deze slavernij moest hij, net als alle andere slaafgemaakten, toch nog 10 jaar werken op de plantages. Dat heette onder het staatstoezicht werken. Dat was een verplichting. Dus hij was uiteindelijk 43 jaar toen hij een vrij man was. Ik kan niet anders denken dan dat hij zo goed als hij kon zijn leven verder vormgaf door hard te werken en te sparen. Want 10 jaar na deze dwangarbeid kwam plantage Liefdenshoek, die eigendom was geweest van de familie Werner de Mesquita, in handen van mijn overgrootvader. Hij kocht het van hen voor 300 gulden. Voor die tijd een enorm bedrag dat hij in 2 termijnen betaalde. Plantage Liefdenshoek bedraagt 423 hectare. De koopakte is in ons bezit. De plantage is ook in ons bezit. Dus als wij naar Suriname gaan, gaan we er even op bezoek als het even kan. Op deze plantage, die dus nu van mijn overgrootvader was, kwam hij te wonen. En wellicht ook zijn broers Dirk en François en hun gezinnen, want zo ging dat in die tijd. Hij stichtte er een gezin en een van zijn kinderen, Jan Simeon Bijnaar, dat is mijn opa. En die is ook opgegroeid op plantage Liefdenshoek, totdat hij naar de stad Paramaribo werd gestuurd om onderwijs te volgen. We hebben niet veel zicht op de verdere levensloop van deze opa Jan Bijnaar, maar wel dat hij zich heeft ontwikkeld tot een man die al gauw het facilitair beheer kreeg van de plantage Groot Châtillon. Want die was na de afschaffing van de slavernij een verpleegoord geworden voor leprozen. Let wel, mijn opa kwam te werken op de plantage waar zijn vader en zijn ooms als slaaf hadden gewerkt. Onder de erbarmelijke omstandigheden die we kennen van het plantageleven. Zijn werkritme was een verblijf van 4 weken achtereen op de plantage Groot Châtillon, voor hij weer naar huis ging in Paramaribo, waar mijn oma, moeder de vrouw, met 9 kinderen wachtte op zijn komst. In de grote schoolvakantie trok het gezin naar Groot Châtillon om daar tijd met vader Jan door te brengen. Lepra was een besmettelijke ziekte onder de bewoners in Suriname en het greep gemeen om zich heen. De angst om besmet te raken was enorm. Volgens de verhalen van mijn vader en tantes was mijn opa zijn hele leven daarmee bezig. Hij was thuis erg in de weer met mondkapjes, steriele vloeistoffen, zeep en afstand houden, hoesten en praten over andermans eten heen, daar gruwde hij van. Zijn eigen kantoor, waar verder niemand mocht komen, was rein. Nooit 1 besmetting in de eigen familie. Mijn opa moet een vorm van smetvrees hebben overgehouden aan zijn beroep, want hij stond erop in huis een eigen bord, een eigen lepel, een eigen glas of een eigen kroes te gebruiken. En daar mocht niemand aan komen. In de handelingen van mijn oude vader, die nu in Suriname met mijn moeder woont en waar COVID-19 ook om zich heen grijpt, zie ik bijna hoe mijn opa het moet hebben gedaan. Jong geleerd is oud gedaan. Het gezin van mijn opa, opa Jan, heeft niet lang op plantage Liefdenshoek gewoond. De kinderen moesten naar school om een vak te leren. En mijn vader ging naar een katholieke school. Tegelijkertijd ging hij in de leer bij een metselaar, waar hij het vak leerde van metselen, tegelen en later huizen bouwen. En hij zou het later schoppen tot zelfstandig ondernemer in de huizenbouw. Maar in his early 20s ontmoette hij mijn moeder, ook van eenvoudige komaf. Maar zij stamden, haar familie, van een Joods inheems geslacht, wat hen een lichte huidskleur gaf. En dus iets meer aanzien op de maatschappelijke ladder, de statusladder in Suriname, die werd bepaald door kleur. In het Suriname van toen was het not done om te trouwen met een man of een persoon die donkerder is dan jij,
een relatie met hem te beginnen of kinderen mee te krijgen. Hoezo? Je wilt toch ook vooruitkomen? Dus was het motto, oppo je kloru, verhef je kleur. Dat de zwarte huidskleur je in je maatschappelijke carrière in de weg zou staan, was er door de witte machthebbers namelijk goed ingeramd. Het leverde dan ook veel gedoe op bij de ouders van mijn moeder, die niet konden accepteren dat hun lichtgekleurde dochter met een donkere man aankwam zetten. Maar ze zette door, kreeg een kind, ik, en volgde hem in 1966 naar Nederland, waar ze een beter leven wilden organiseren. Het moet voor mijn vader een enorme gewaarwording zijn geweest dat hij hier in Nederland toen welkom en warm werd ontvangen. Als jonge bouwvakker gaf hij gauw vorm aan zijn leven, maakte vrienden en werd wel heel vaak bij hen thuis uitgenodigd om te komen eten. Because guess who's coming to dinner? Dus stuurde hij zijn schoonfamilie in Suriname op een dag een boze brief over dat hun racisme, of eigenlijk colorisme, werkelijk niets voorstelde. Want hier leefde hij zij aan zij met witte Nederlanders die vrienden van hem werden en hem zelfs bij hen thuis uitnodigden voor het avondeten. Mijn ouders kwamen dus naar Nederland, het was het midden van de jaren 60, en ik was een baby van 4 maanden. Mijn vader ging meteen aan de slag in de bouw en mijn moeder hield zich bezig met ons, er kwamen meer kinderen. En zij werkte vooral in de ziekenzorg, in de bejaardenzorg en in postorderbedrijven. Mijn ouders maakten deel uit van de migratiestroom arbeiders die volgde op de elite-migratie die ongeveer tot de jaren 50 van de vorige eeuw liep. Ze vonden een huis in de Amsterdamse Jordaan in de Tuinstraat. Ik groeide erop met mijn broers en zussen in een Amsterdam dat nog niet gewend was aan mensen, aan donkere mensen. Voelen aan je huidskleur, voelen aan je haar, talloze vragen over dat land Suriname. Daar raakten we aan gewend. De bejegening was vriendelijk. Nieuwsgierig, soms vijandig, vooral als er om de een of andere reden een ruzietje uitbrak. Dan was het, ga toch terug naar je land, aap, kregen wij dan te horen. Mijn ouders werden uitzinnig van geluk als ze op straat een donkere man of vrouw tegenkwamen, die dan ook nog uit Suriname bleek te komen. Adressen, telefoonnummers, bezoekjes. Hoe dat precies liep, weet ik niet, maar het huis van mijn ouders in de Amsterdamse Jordaan en de Tuinstraat groeide snel tot een zoete inval, waar matties, ooms, tantes, neven, nichten, vrienden altijd warm werden ontvangen. Een kopje thee, een bordje eten, prettig gesprek, vrolijkheid en er was muziek. Veel muziek. Mijn vader had een platencollectie van hier tot ginder. Nou, nog even dit. Mijn vader had een platencollectie van hier tot ginder. LP's van Isaac Hayes, Donna Summer, The Supremes, Curtis Mayfield, Marvin Gaye maakten de sfeer oneindig. Er werd gedanst en geschuifeld in onze kleine huiskamer zodra het maar kon. En ik vergaapte me eindeloos aan de gasten in hun modieuze en veelkleurige kleding. Soulbroeken, plateauzolen, opvallende sieraden en niet te vergeten de afro-kapsels in allerlei maten en vormen. Als meisje van een jaar of 6, 7 zag ik hoe mijn moeder haar haar omtoverde tot de grootste afro die ze maar kon hebben. Grote ronde oorbellen maakten het geheel af en mijn vader kleedde zich in strak gestreken Afrikaanse hemden. En de haren van mijn zus en ik werden geknoopt in werkelijk kunstige creaties die ook Afrikaans aandeden. Veel zwarte vrouwen, zoals Ellen Omre, die we nu kennen als schrijfster, en haar vriendinnen, wisten de weg naar mijn moeders huis te vinden voor een real African hairdo. Tijdens deze lange haarsessies ving ik het een en ander op van de gesprekken die de vrouwen voerden. Die gingen over de zwarte huidskleur, over onze huidskleur en over wat er in de maatschappij en wereldwijd mee aan de hand was. Over de Black Power Movement en over Say It Loud, I'm Black and I'm proud. Ja. Black is beautiful. Ik vond het mooie en pakkende uitspraken, maar begreep er nog niet zoveel van. Mijn moeder leerde ons intussen te allen tijden trots te zijn op onszelf, op onze huidskleur en over wat we moesten zeggen als er lelijke opmerkingen over werden gemaakt. Ze leerde ons ook met een rechte rug te lopen, borst vooruit, goed de ander aan te kijken als je je voorstelde of werd aangesproken.
en te alle tijden voor jezelf op te komen. De boeken die in het huis slingerden droegen titels als Als ze 's ochtends komen, Stemmen van Verzet van Angela Davis. Solon Eyes van Eldridge Cleaver. Nou, ja. Gevangenisbrieven in Soledad Brothers van George Jackson uit 1970. En van al deze boeken is de laatste het meest blijven hangen op mijn netvlies. De foto op de omslag van het boek van de 17-jarige George Jackson, die dus vanuit de gevangenis brieven naar zijn moeder had geschreven, zie ik nu nog voor me. Ik vond het een schokkend gegeven dat een jongen zo jong in gevangenschap was beland en was ontroerd door het idee dat hij van daaruit brieven naar zijn moeder schreef. Wie is George Jackson? Geboren in 1942 groeide hij op in de zwarte ghettos van Chicago en Los Angeles. Hij was 18 jaar toen hij door de politie werd opgepakt voor een roofoverval op een pompstation. De rechter veroordeelde hem tot gevangenisstraf van een jaar tot levenslang. Dus kwam hij terecht in een staatsgevangenis in Soledad. In dit systeem is je gedrag in de gevangenis bepalend voor je vrijlating. Tegelijkertijd heb je daartoe geen schijn van kans. Want deze staatsgevangenissen, en dat hoeft eigenlijk geen betoog, zijn onmenselijke, vernederende inrichtingen waar een gewelddadig racisme tot de orde van de dag behoort. Wie zich verzet, wordt gestraft en verliest zijn recht op voorwaardelijke invrijheidstelling. En dit recht werd George jaar op jaar ontzegd. Een onderzoek over deze staatsgevangenis bracht aan het licht dat gevangenen opgesloten werden in donkere, ongeventileerde cellen, waarvan de betonnen vloeren en muren waren bedekt met uitwerpselen van de vorige gevangenen. En ook bracht het onderzoek naar voren dat cipiers rassenrellen tussen witte en zwarte gevangenen aanmoedigden en de eerste zelfs wapens verstrekten. Het strafblad dat George Jackson in deze gevangenis opbouwde is een reactie op deze toestanden. En tegen het eind van de jaren 60 stond hij ook bekend als een uitermate militant en politiek geschoold man. Zijn verblijf in de gevangenis duurde van 1960 tot 1970. En in deze periode las hij veel, schreef brieven naar zijn moeder en naar zijn advocaten. En net als Eldridge Cleaver en Malcolm X werd hij zich politiek bewust door zijn gevangeniservaringen. Maar op 7 augustus 1970 gebeurt er iets. De jongere broer van George Jackson komt de rechtszaal in waar een gevangene uit San Quentin wordt berecht. Zijn jongere broer heet Jonathan. En na een paar minuten te hebben gezeten, staat hij op, pakt een vuurwapen uit zijn jas tevoorschijn en nog een paar anderen, gooit het naar een paar andere medegevangenen en zegt, "All right everybody, this is it." En met de rechter, de officier van justitie en 3 vrouwelijke getuigen als gijzelaars verlieten zij de zaal en liepen naar een bestelauto die buiten geparkeerd stond. En terwijl ze de rechtszaal verlieten, riep Jonathan, dus de broer van George Jackson, "We are the revolutionaries. Free the Soledad Brothers by 12:30. En alles was rustig toen de bestelbus zich in beweging zette. Maar het zou Amerika niet zijn als er niet plotseling een regen van kogels op hen werden afgevuurd. Jonathan Jackson en een rechter lieten het leven. George Jackson zou een jaar na deze dramatische gebeurtenis zelf worden doodgeschoten door een bewaker van de gevangenis van San Quentin tijdens een bloedige ontsnappingspoging. Hij is zelf 29 jaar geworden. Dit verhaal maakte heel veel indruk op mij als jong meisje. Hoewel de omstandigheden van Surinamers in Nederland en dat van ons toen veel minder dramatisch was. Maar toch stemt het niet optimistisch. Deze actualiteit geldt nog steeds voor onder andere de Verenigde Staten. Maar ook hier in Nederland hebben wij nog een lange weg te gaan. Organisaties als Black Lives Matter, Kick Out Zwarte Piet, schrijvers over boeken als Witte Onschuld en Hallo Witte Mensen houden ons alert. Hoewel wij in die tijd jong waren en onze ouders ons niet opvoeden met grote thema's als racisme en discriminatie, kreeg ik er toch wel wat van mee uit de flarden van gesprekken van de volwassenen onderling. Mijn ouders stelden dit niet zo nadrukkelijk, maar verwezen ons impliciet wel naar waarden als respect,
gelijkwaardigheid en verontwaardiging over racisme en discriminatie. Wij begrepen, merkten en voelden dat sommige witte Nederlanders van jong tot oud uit onze omgeving aanstoot namen aan onze huidskleur. Dat was een realiteit, maar niet een realiteit die mijn beleving als kind helemaal kleurde. Integendeel, ik had een heerlijke, onbezonnen jeugd als jong meisje in de Amsterdamse Jordaan. Maar dit wist je, dat over je kleur. In 1975 gingen we terug naar Suriname. Jawel, tegen de stroom in van massa Surinamers die juist naar Nederland verhuisden vanwege de op handen zijnde onafhankelijkheid. Maar mijn ouders waren bevangen van het idee dat ze nu een bijdrage konden leveren aan de opbouw van hun land. Ze zagen een kans. Zo kwam ik dus van wit Nederland terecht in multicultureel Suriname, waar ik vriendjes werd met Javaanse, Hindoestaanse en Chinese Surinamers, Hollandse boeren en Marons en allerlei mixtypes, waarover veel stereotypen heersten die ik als vanzelf meekreeg in mijn integratie in de Surinaamse samenleving. De realiteit van racisme bleef ook in Suriname een constante in ons leven. Zij het meer in de vorm van colorisme. Net zoals mijn vader toen, 30 jaar geleden, al had meegemaakt op de Surinaamse basisschool. Namelijk, de donkerste kinderen krijgen een plek achter in de klas en de lichtste kinderen mogen vooraan zitten dicht bij de juf. Een beurt om mee te praten, te denken of mee te doen, kregen deze donkere kinderen achter in de klas zelden of nooit. En ook ik heb op allerlei gebieden van de Surinaamse samenleving te maken gehad met colorisme. Je leert wat de plek is van jouw kleurvariant in de Surinaamse samenleving. Je verzet je ertegen door het beste van je leven te maken. Maar ook colorisme is een gevolg van indoctrinatie met racisme. Verinnerlijking bij de gekleurde bevolking van het idee, hoe Europeeser je eruit ziet, hoe beter. Midden jaren 80 deed ik mijn entree op de middelbare school, in Suriname nog steeds. En we kregen les uit boeken die uit Nederland kwamen. De bibliotheken in Suriname bestonden sowieso voor 90% uit boeken van Nederlandse of andere Europese schrijvers. Het boek dat mijn aandacht trok was van een Nederlandse schrijfster van Surinaamse afkomst. Alledaags racisme, geschreven door Philomena Esset. Ik nam het boek uit de kast, bekeek het van voren en van achteren. Ik had nog nooit van deze schrijfster gehoord. De titel intrigeerde me. Alledaags racisme. Alledaags racisme in Nederland. Echt? Aan de hand van gesprekken met een 20-tal zwarte vrouwen in de leeftijd van 20 tot 30 jaar, ging Esset op zoek naar de werking van racisme in de alledaagse interactie met witte mensen. In Nederland was het onderwerp van racisme nog nauwelijks besproken, vanuit het perspectief van vrouwen. Dus dit was nieuw. Ik heb het boek in één adem gelezen. Wat mij trof waren de persoonlijke verhalen van de zwarte vrouwen die door Esset waren geïnterviewd. Die verhalen waren zo raak dat ik me weer waande in ons kleine huisje in de Amsterdamse Jordaan, waar de vriendinnen en nichten van mijn moeder bespraken wat ze aan racisme meemaakten op de werkvloer, op straat, in het onderwijs bij hun kinderen en hoe erg ze dat vonden en hoe ze zich daartegen proberen te verzetten. En nu stonden deze verhalen in een boek als resultaat van een wetenschappelijke studie. Ik vond de verhalen ongelooflijk herkenbaar, nog steeds. Toen ik later naar Nederland kwam om aan de UvA te studeren, schrok ik behoorlijk toen ik begreep dat het proefschrift dat hierna verscheen, Inzicht in alledaags racisme, voornamelijk kritisch was ontvangen. Veel kritieken gingen over de methodologie. De onderzoeksmethode was niet wetenschappelijk, dus konden de conclusies niet kloppen. Ik zal hier geen uitspraken doen over deze kritieken, maar dan ook wel, de kracht van deze studie zit hem mijns inziens in de persoonlijke verhalen van deze vrouwen. Want alleen door te luisteren naar het verhaal van de ander, kun je je inleven en kun je een maatschappelijk vraagstuk beter begrijpen. Je bewust worden van een misstand om de urgentie te voelen om tot actie over te gaan. En als samenleving hebben wij de kans laten liggen om ons te verdiepen in deze verhalen. En bijvoorbeeld onder die inspiratie ten strijde te trekken. Want in de tussenliggende jaren is het inzicht bevestigd dat racisme, ofwel alledaags racisme, al heel lang en hardnekkig aanwezig is in onze samenleving. Statistieken op het gebied van onderwijs, de arbeidsmarkt
etnisch profileren, racisme in de sport, stagediscriminatie, Zwarte Piet, schreeuwen het ons al jaren toe. Onze minister-president erkent eindelijk dat ook in onze samenleving institutioneel racisme heerst. Hij noemt het systemisch racisme, maar het is gewoon institutioneel racisme. Namelijk de bewuste en onbewuste uitsluitingsmechanismen op grond van kleur binnen onze maatschappelijke instituties. De erkenning van de minister-president is een grote stap voorwaarts in het maatschappelijk debat over racisme en discriminatie. Dat geeft moed, want hiermee erkennen we ook dat racisme ook of vooral een wit probleem is. Of misschien vooral een wit probleem is. Maar wat is nu de volgende stap, nu zwarten dit probleem al zo lang hebben aangekaart? Door hun verhalen en ervaringen te vertellen, denk ik dat de bal nu vooral bij witte Nederlanders ligt. Met hun in de lead moet dit vraagstuk worden opgepakt, samen met zwarten. Dat is een enorme uitdaging in een land waar het debat over racisme zo sterk polariseert. De Amerikaans-Nigeriaanse schrijfster Reni Edo-Lodge publiceerde een paar jaar terug het boek met de uitdagende titel Waarom ik niet langer met witte mensen praat over racisme. Een houding die onder personen van kleur, waaronder ik, veel herkenning oproept. We zijn inmiddels best moe gepraat over hoe wij racisme ervaren. In het debat over racisme onderschrijft Edo-Lodge drie groepen. Witte extremisten en uitgesproken racisten, 1. 2. Fatsoenlijke witte mensen die structureel racisme bagatelliseren of ontkennen. En 3. Aardige witte mensen die wel het gesprek aandurven. En volgens Edo-Lodge ligt het probleem in het debat niet zozeer bij de eerste groep, hè, dus de witte extremisten en uitgesproken racisme, want ja, hun standpunt is duidelijk, je weet waar je aan toe bent met hen. Het probleem ligt eerder bij de groep fatsoenlijke witte mensen die structureel racisme bagatelliseren of ontkennen. En bij de aardige witte mensen, de derde groep, die het gesprek wel aandurven. De laatste groep is volgens Edo-Lodge de ergste. Namelijk de witte persoon die best wil erkennen dat racisme bestaat, maar die denkt dat we het gesprek aan kunnen gaan als gelijken. Zulke aardige witte mensen hebben een gebrek aan inlevingsvermogen. Ze beseffen niet wat het voor gekleurde personen betekent om in een wereld te leven waar wit de norm is. Aldus Edo-Lodge. Als ik dit vertaal naar mijn eigen werkelijkheid, dan gingen zulke gesprekken met aardige witte mensen als volgt. Wanneer ik een gebeurtenis die ik als racisme heb ervaren, met een aardige witte Nederlander, kreeg ik vaak als reactie dat ik het misschien verkeerd heb geïnterpreteerd. Die aardige persoon bedoelde het vast anders. Ben jij misschien niet te gevoelig? Reageer je misschien niet te emotioneel? En daarmee wordt gelijk mijn mond gesnoerd. Mijn ervaring, mijn verhaal doet er helemaal niet toe. Er is niet geluisterd, er is niet ingeleefd, niet met me meegedacht hoe we dit kunnen veranderen. Pijnlijk. Ik heb dat talloze keren meegemaakt. Het voelt eenzaam, het maakt verdrietig. Misschien is er soms sprake van overgevoeligheid. Maar is dat gek na een levenslange ervaring met alledaags institutioneel racisme? Zijn wij zwarten te emotioneel over de vraagstukken racisme en slavernij? En voor een bespiegeling op die vraag kom ik uit bij Anton de Kom, een Surinaamse verzetsheld die dit jaar is opgenomen in de kanon van Nederland. Anton de Kom schreef in 1934 het boek Wij slaven van Suriname, dat onlangs opnieuw is uitgegeven. En dat boek prijkte bovenaan de leeslijst van het vak sociologie toen ik begin jaren 80 ging studeren aan de Universiteit van Suriname. En dat was kort voordat de regering deze universiteit de naam Anton de Kom Universiteit van Suriname had gegeven. Wie was hij? Wat schreef hij? En wie is die man wiens gedachtegoed grote groepen in onze samenleving nog steeds inspireert? Hij is een Surinaamse antikoloniale schrijver, activist en verzetsheld. Geboren in 1898. En zijn vader was vlak voor de afschaffing van de slavernij geboren. Hij gaat naar school, behaalt zijn diploma, boekhouder.
En toch kan hij wegens racisme in Paramaribo geen goede baan vinden. Hij komt in de jaren 20 naar Nederland voor een beter leven en vindt dan een baan in de handel van thee en koffie. Daar ontmoet hij ook zijn vrouw Petronella Bosboom. En in zijn werkzame leven schrijft hij ook nog artikelen, schrijft hij gedichten en geeft hij lezingen over Suriname en over het slavernijverleden. De strijd tegen racisme in de Verenigde Staten inspireert hem, maar ook het gelijkheidsstreven van communistische organisaties in Nederland en de onafhankelijkheidsstrijd van Nederlands-Indië. Als Nederland wordt bezet door de Duitsers, sluit hij zich daarbij aan, bij het verzet. Hij publiceert kritische artikelen in onder andere De Vonk, een illegaal Haags blad, en dat wordt hem niet in dank afgenomen door de Duitsers, die hem dan ook arresteren in 1944. Via verschillende kampen komt hij uiteindelijk terecht in een concentratiekamp, Sant Bostel, en daar overlijdt hij in 1945. Zijn boek is een aanklacht tegen racisme, uitbuiting en koloniale overheersing. Het legt op een inzichtelijke manier bloot hoe de koloniale machtsstructuren werken. Ik had in Suriname best wel wat geleerd over slavernij. Dat was niet zoveel. Ik was dus erg benieuwd wat het boek me zou brengen. Nou, ik heb het gelezen en ik was een goede week van slag. Dat de slavernij erg was, hadden we wel meegekregen. Maar de komstbeschrijving van het dagelijkse leven van onze voorouders op de plantages, dat tartte mijn verbeelding. Onrecht, fysieke mishandeling, geestelijke onderdrukking, het mensonterende van dit systeem. Ik zal u een stukje voorlezen uit het boek, maar wees gewaarschuwd, want er zitten schokkende passages tussen. Het gaat over een meneer Klaas Badouw, een directeur van een plantage. Beschuldigde zijn slaaf Piero dat die een poging zou hebben gedaan hem te vergiftigen. Dus wordt Piero in een kookhuis gebracht. En daar worden hem 10 vingers afgesneden, 10 tenen afgehakt met een scherpe bijtel. Hij moet die opeten. En Badouw pakt een mes en haalt het oor van die slaaf eraf. En dat moest hij ook opeten. Pierre begint te stamelen. Het lukt hem allemaal niet. En dan wordt die man eigenlijk nog bozer. Hij pakt een nijptang en haalt de rest van zijn tong uit zijn lichaam. He? Trekt dus de rest van zijn tong uit zijn lichaam. Alsof dat niet genoeg is, wordt deze arme man, Piero, naar de kade van een rivier gebracht. En daar wordt hij in brand gestoken. En als dat niet zo goed lukt, dan krijgt hij daar nog een goed pak slaag en wordt hij levend begraven in een kuil. Uiteindelijk krijgt de plantagedirecteur wel straf, maar dat is gewoon dat hij ontslagen wordt. Okay. Ik las dit boek en al deze straffen en dan zag ik werkelijk mijn voorouders tot leven komen. Mijn voorouders over wie ik het net heb gehad. Dat zij dit hadden meegemaakt op de plantage en dat ze het ook nog hadden overleefd, ik kon het mij gewoon niet voorstellen. Als er een boek is dat iedereen moet lezen hier in Nederland, dan is het dit boek. Je begrijpt meteen wat de pijn is en waar de pijn vandaan komt. De pijn waar zwarten al decennia mee leven. Ik zal zeggen, lees het, huiver, luister en leef je in. En je zult van goede huizen moeten komen als je dan nog zwarten of Surinamers verwijt te emotioneel te zijn in het debat over slavernij en racisme. Ik moest na het lezen van dit boek mentaal resetten. Het stemde me tot nadenken. Hoe moest ik mijn toekomstige relaties met witte Nederlanders vormgeven als dit land verantwoordelijk is geweest voor dit onbeschrijfelijk leed en onrecht? Nou, het resetten is gelukt. Ik sta nu voor u met mijn verhaal om u allen op te roepen om het te lezen en alles op alles te zetten opdat het verplichte leesliteratuur wordt op de middelbare school. En neem zelf goed de tijd om het te lezen, want je zult de pijn van de ander beter begrijpen. En beschouw het dan niet als uitgelezen, maar als een opstapje om het gesprek aan te gaan met de ander. En luister daarbij goed naar het verhaal dat hij of zij je vertelt. Want in een verhaal schuilt grote kracht. En er zitten vaak meerdere lagen in een verhaal wat het betekenisvol maakt.
Nou, zoals je kunt lezen in de aankondiging, maak ik met mijn stichting ook, mijn stichting heet Educatiestudio, maak ik verhalen en dit onderwerp bespreekbaar in de klas. Even hoor, ja. En daar luister ik goed naar de verhalen van deze jongelui, wat ze allemaal meemaken op het gebied van alledaags racisme. In de klas, van de kant van leeftijdgenoten, klasgenoten, of zelfs vanuit leerkrachten of vanuit de school. Leerlingen die anderen uitmaken voor Zwarte Piet of slaaf zonder dat de leerkracht ingrijpt. Of leerkrachten die zelf racistische grapjes maken tot hilariteit van de klas. Of directies van scholen die de schreeuw om hulp van de slachtoffers en hun ouders naar zich neerleggen. Tegelijk stel ik vast, en dat stemt me goed, dat steeds meer docenten zulke incidenten in de klas onaanvaardbaar vinden. Ook zie ik dat het aantal docenten groeit dat ongemak ervaart tijdens de behandeling van moeilijke, gevoelige, historische vraagstukken en maatschappelijke onderwerpen, zoals slavernij, de handel daarin, de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, de Tweede Wereldoorlog, het Israëlisch-Palestijns conflict, LHBTQ, religie en het Sinterklaasfeest. En diverse organisaties springen hierop door docenten trainingen aan te bieden, opdat ze toegerust zijn met de noodzakelijke skills om zulke moeilijke situaties in de klas aan te kunnen. Om meer hierover te leren, heb ik een aantal weerbaarheidstrainingen voor docenten bijgewoond en ondergaan. Centraal in zulke trainingen staat de vraag hoe docenten om kunnen gaan met moeilijke geschiedenis of lastige situaties in de klas. Hoe kunnen ze ook omgaan met het onbehagen dat het bij hen zelf oproept? Dus wordt er tijdens deze trainingen gebruik gemaakt van de eigen ervaringen van de docenten en oefenen ze met de skills die ze krijgen aangereikt. Docenten leren bij de trainingen dat er 3 gangbare reacties zijn op een moeilijke situatie. 1. De docent reageert afwijzend op de opmerking en stuurt de leerling de klas uit. 2. Hij slaat geen acht op de opmerking en gaat door met de les. 3. De docent gaat een betekenisvol gesprek aan met de leerling en met de overige leerlingen in de klas. En de training richt zich vooral op deze laatste reactie. In een rollenspel met de acteur, met de trainingsacteur, kunnen de deelnemers vervolgens hiermee oefenen. Het rollenspel is een centraal onderdeel van deze training. Ik denk dat bij een aantal deelnemers nog een wereld te winnen is bij het inzetten van de juiste toon, lichaamstaal en formuleringen als ze het gesprek aangaan in de klas. Maar dat is een kwestie van ervaring, die alleen kan worden opgedaan als de trainingen structureel aan leraren worden aangeboden of worden ingebed in de curricula van docentenopleidingen. Dat gebeurt nu nog niet en dat moet dus veranderen. Maar ook het algemene bereik van deze trainingen is mijns inziens nog te beperkt. Ik tref gemiddeld 15 deelnemers aan bij een training. De docenten zijn betrokken, gemotiveerd en willen beter toegerust zijn om dit te doen. Maar het is niet voldoende zoals we het nu aanpakken. Dus deze trainingen moeten integraal, regelmatig terugkerend onderdeel worden van het docentenbeleid, te beginnen op de pabo's waar we onze leerkrachten opleiden. Tot slot, waar witte Nederlanders echt nog mee aan de slag moeten, is leren praten over racisme. En niet op een beschouwende manier over dat het er is en hoe erg het is en de cijfers. Niet over hen die het op sociale media werkelijk te bont maken. Niet over de slachtoffers voor wie het daadwerkelijk te erg is, maar vanuit het eigen hart. Wat betekent het voor jou dat we leven in een samenleving met institutioneel racisme? Hoe kun je er zelf aan bijdragen dit racisme terug te dringen? Ik heb de indruk dat zulke gesprekken tussen witten onderling nog taboe is. Voorbeelden. Wanneer we gezellig met onze vrienden of familie zitten te praten en in het gezelschap ronduit racistische uitspraken worden gedaan door een van hen, vanuit stereotypen en vooroordelen, zeggen wij er dan op een kritisch, constructieve manier iets van of willen we het vooral gezellig houden? Tweede voorbeeld. Wanneer we in de gaten krijgen dat een collega of een persoonlijke vriend van kleur onrechtmatig wordt behandeld, bejegend op grond van zijn of haar huidskleur, ondernemen wij op een kritisch, constructieve manier dan actie om het voor deze collega of persoon op te nemen, of willen we het vooral gezellig en werkbaar houden?
Hoe voeden wij onze kinderen op in een land waarin de grote steden al meer dan de helft van hun leeftijdgenoten van kleur zijn? Leren wij hen om te luisteren naar de verhalen van deze jongeren, opdat zij zich ook kunnen inleven? Of doen we alsof we het niet horen wanneer ook zij oneerbiedig praten over hun vriendjes van kleur? En hier zie ik een grote taak voor beleidsmakers, onderwijsvernieuwers, communicatiestrategen en trainers diversiteit. Hoe voeren wij het gesprek? Kortom, er is huiswerk voor veel witte Nederlanders. In mijn opvoeding kreeg ik dus mee impliciete waarden als respect, menselijke waardigheid, gelijkheid en dus verontwaardiging over racisme en discriminatie. Daarbij leerde ik ook van de verhalen van mijn familie en van de verhalen in de boeken van onder andere Philomena Asset en Anton de Kom. En die verhalen hielpen me ook om verhalen te blijven vertellen in de wetenschappelijke publicaties die van mijn hand verschenen, als ook in de lespakketten en de theatervoorstellingen die ik in de loop der jaren heb bedacht en uitgewerkt. En vandaag voeg ik daaraan toe mijn eigen levensverhaal. Het resultaat hoorden jullie vanavond. Ik hoop dat we meer gaan luisteren naar de verhalen van de anderen, om daarmee racisme tegen te gaan op grond van wederzijds begrip. Dank u. Ja. Ik ga hier aansluiting bij vinden. Dan aan mij de taak om met jou het gesprek te gaan voeren na deze emotionele verhaal, het emotionele gegeven. En dan staan we hier, de Academie van Kunsten. Ik zie telkens in je verhaal ook je vader die brief schrijven naar zijn vrienden in Suriname. Kijk eens hoe goed het hier is in 1966. En nu staan we hier in 2020. Ik laat je even op adem komen. Ik laat je even bijkomen. Ik ga je niet gelijk. Ik richt mijn woord even. Goedenavond, mijn naam is Anthony Heidweiler. Ik heb de eer om met Asfa het gesprek te beginnen. U bent daar welkom bij, meer dan welkom. Na alle emoties die we nu hebben gehoord. Als het goed is, heeft u, ik moet even heel praktisch nu even praten, ik ga een poging wagen. Als het goed is, heeft u een e-mail ontvangen, maar daarin de link om uw vragen naar ons te richten, www.menti.com. En dan moet ik ook nog even zeggen, er is een code bij, die kunt u ook vinden, maar ik zeg hem nog maar even, 712-3199. Ik maak van de gelegenheid gebruik, ik ben een van de mensen die in de werkgroep zitten, bomen die langzaam groeien krijgen diepe wortels, en het gaat precies hierover. Het verhaal horen uit de geschiedenis om naar de toekomst te gaan. Dat het hele debat wat we op het ogenblik hebben, alles wat er op het ogenblik gaande is, geen hype is, of dat het nu hot is dat we het erover hebben, maar juist door die verhalen uit de geschiedenis, met die verhalen naar de toekomst kijken. Gisteravond hadden we een bijeenkomst waarin we het boek bespraken, Wij slaven van Suriname. Het was een emotionele avond. Het was voor een aantal mensen de eerste keer dat ze het boek lazen. Een gezelschap wat bestaat uit wetenschappers, kunstenaars en onderwijsdeskundigen. En we gaan het dadelijk ongetwijfeld daarop in ook. Want juist daar, precies wat jij ook aangeeft, daar ligt een heel groot terrein. Willen we over 50 jaar zijn in die wereld die we voor ogen hebben, dan begint het in het onderwijs. Mag ik teruggaan naar Anton de Kom? We gaan ergens beginnen. Er is zoveel om het over te hebben. We hebben geloof ik een half uur. We gaan ons best doen. Maar ik hoop zeker dat deze avond, deze hele maand ook, ertoe bijdraagt dat we doorgaan praten, dat we die verhalen gaan vertellen, dat ieder voelt, we moeten met elkaar in dialoog.
Waarom is het boek van Anton de Kom na zoveel jaar nu krijgt het die aandacht die het al veel eerder had wat moeten krijgen? Wat is jouw idee erover? Je moet de microfoon denk ik even pakken. Ja, ik denk tijdgeest. We leven nu toch in een tijd waar het vraagstuk van racisme, waarin discriminatie, waarin diversiteit, inclusie, meerstemmigheid veel sterker wordt gevoeld dan een aantal jaar geleden. Niet te vergeten hebben we natuurlijk ook nog George Floyd gehad, die in Amerika zo verschrikkelijk om het leven is gekomen door geweld vanuit de politie. Dus ik denk dat de tijdgeest is dat Anton de Kom niet zo sterk in beeld is. En net wat je zegt, het had al veel eerder moeten gebeuren. Het gedachtegoed van Anton de Kom is echt behoorlijk springlevend. Je hebt het boek zelf gisteren gelezen. Je voelt gewoon dat het een verhaal is dat verteld moet worden aan zoveel mogelijk mensen. Wat gisteren op tafel kwam, en het was echt een wezenlijk onderwerp. Slaven hoopten, die hadden één grote wens, voor zover ze een wens konden hebben. Laat mij niet naar Suriname gaan. Je mag me overal heen sturen, naar elke kolonie, maar stuur me niet naar Suriname. Het was hardvochtig op de plantages in Suriname. Dat was het verhaal dat kennelijk toen rondging. Maar ik denk dat nergens slavernij prettig was. En kennelijk was Suriname wel een hele heftige setting. Er is een hoofdstuk in het boek van Anton de Kom dat echt over de straffen gaat. Maar daar moet je sterke maag voor hebben om dat goed tot je te nemen. Maar ook de overige delen van het boek zijn zo indringend. Dat is onze geschiedenis, Anthony. De geschiedenis van heel Nederland is dit. Ja. Even om dat beeld nog helder te krijgen. Wat er ook in stond, degene die in Suriname een plantage hadden, die daar dus vanuit Holland kwamen, dat waren vaak misdadigers, dat waren mensen die hier geen toekomst hadden, die daarheen gingen. Was dat een van de een cruciale reden dat het bewind zoveel gruwelijker was dan in de koloniën van de Engelsen en de Fransen? Ja, dat weet ik niet heel erg goed, Anthony, maar wat ik wel weet is dat als mensen macht hebben over een ander en dat nauwelijks gecontroleerd wordt wat je kunt doen en je wil geld verdienen over het ruggen van anderen, dan worden mensen heel grof. En dan maakt het misschien niet zo heel veel uit of je uit een net geslacht komt of als je uit een minder goed geslacht komt, maar je kan het doen. Het is vrij spel, er is weinig controle, er is geld te verdienen. En dat maakt iets anders in je los om op die manier met mensen om te gaan, denk ik. En dat is voor alle tijden. Ja. Ik hoorde je verhaal. Ik beleefde je verhaal. Dit was de eerste keer dat je een eigen verhaal voortroeg. Dat is wat je net... Ja, op deze manier, klopt. Ja. Wat was jouw keuze om het op deze manier te gaan doen vanavond? Ik wilde een verhaal vertellen dat nog niet was verteld. En ik hou me de laatste tijd heel erg bezig met hoe kunnen we racisme bestrijden onderling in deze samenleving. En ik begrijp om me heen en ik zie om me heen hoe weinig moeite wij doen om ons te verdiepen in een ander. Hoe weinig vrienden we hebben van een andere cultuur, van een andere etniciteit, van een andere religie. Daar doen we op zich veel te weinig moeite voor. En als je dat doet, het is echt een hele kleine moeite. Dan merk je ook hoeveel nieuwe inzichten je erbij krijgt, hoe leuker het leven wordt. En het verdiepen in de ander, dat vind ik iets heel belangrijks. Het klinkt zo helder en duidelijk, maar wat maakt nou dat dat niet plaatsvindt? Gemakzucht, denk ik. En de blinde vlek. En waarom zou je? Je hebt het toch al goed. Het wit privilege, je hebt het verder niet nodig. Dus je eigen bubbel is ook veilig natuurlijk. Het geeft je zekerheid. En als je misschien met andere groepen je netwerk verruimt, weet je niet precies waar je aan begint. Je hebt misschien ook niet de skills om goed te beginnen. Wat voor gesprek moet je met die buurman of buurvrouw voeren, waarmee je nog niet meteen een klik hebt omdat het uit een andere cultuur komt. Het is een beetje afstand, ver van mijn bed. Ja, ik hoor je antwoord.
Terwijl wat we op het ogenblik lezen, wat we op het ogenblik tegenkomen, wat we op het ogenblik zien over Indonesië, de verhalen die nu op tafel komen, het verhaal dat dit het land, wat was als eerste een Ariërverklaring tekende tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat maakt dat we inderdaad, ja jongens, het is nu eenmaal zo. Of het, wat komt het misschien, want jouw verhaal, en zeker het verhaal wat je vertelde over hè, dat fragment van Anton de Kom over wat er met de slaaf plaatsvond. Zijn we nog te rustig in onze verhalen? Zijn de verhalen nog te beleefd? Moeten de verhalen harder worden? Over harder worden? Nou, ik merk wel dat wat we hier in Nederland hebben is, een verhaal mag niet te heftig zijn. Het mag niet te schokkend zijn. Ik merk bijvoorbeeld in de tentoonstellingen waar ik ook wel over heb meegedacht in Nederland, en zeker als het over slavernij gaat, dan liever geen schokkend verhaal, liever niet een straf laten zien, liever niet te veel daarover vertellen. Of een heel klein onderdeel, maar niet te veel. Waarom niet? Wat is daar de oorzaak? Ik denk dat het te maken heeft met taboe, met schaamte, want je krijgt toch een spiegel voor, hè, van dit is gebeurd onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering toen. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Maar als je dat niet vertelt, en je altijd daarvoor, hoe zeg je dat nou, daar een afstand van neemt, dan kan je eigenlijk nooit goed voelen en begrijpen wat de ander wil, wat de ander jou wil zeggen. En dan kan je ook niet de urgentie voelen om samen ten strijde te trekken om racisme in de samenleving veel beter te bestrijden dan we nu doen. Maar waar komt dat, want ik ben opgevoed met het verhaal, ik leef in een van de meest tolerante landen in de wereld. Homohuwelijk, alles is. En wat is dan dus het taboe? Ik bedoel, daar mag geen taboe op heersen. Dat moet allemaal open zijn. Dat moet allemaal zichtbaar zijn. Wat is het taboe? Dit is het taboe. Het is een schaamte, vanuit schaamte denk ik. Vanuit schaamte wat er is gebeurd onder de vlag van onze eigen Nederlandse regering. En het is gewoon een hele lelijke geschiedenis. Dat we zo met mensen zijn omgegaan. Met de waardigheid van mensen zijn omgegaan. Gewoon puur op grond van het feit dat ze een andere huidskleur hebben. En wij noemen ons tolerant, maar dat klopt dus niet. En ik denk dat dat schaamte roept. Ik moet af en toe die kant uitkijken. Ik kijk naar de werkgroep. Werkgroep, zijn er vanuit jullie kant vragen? Ja, ik heb een vraag, als ik het mag stellen. Door u en ook in andere gevallen wordt er wel gezegd van, het onderwijs is de plek waar we het racisme moeten gaan bestrijden. En ik denk dat ook een heel goed idee is, maar mijn vraag is eigenlijk, zou het alleen via het onderwijs kunnen? Want ik ben bang dat als je alleen via het onderwijs het gaat bestrijden, en je laat een volwassen groep zitten, dat heel moeilijk wordt om het op die manier goed aan te pakken. Ik denk dat het ook heel belangrijk is, en dat gaf u in uw lezing ook wel aan, maar de vraag is hoe dat op een meer systematische manier te doen, om ook volwassenen directer met het onderwerp te confronteren, zodat ze als kinderen thuiskomen en ze hebben het over wat ze op school geleerd hebben, dat ze ook wat ze op school geleerd hebben, dat door hun ouders gesteund wordt en dat een ander verhaal krijgen dan ze op school gehad hebben. Pieter, dank. De vraag kunnen volgen? Ja, ik denk dat ik het wel heb gehoord. U zegt, ja, het is misschien te weinig om het alleen bij het onderwijs te laten, die vernieuwing. Hè? Dat het gesprek over racisme en hoe dat te voeren, dat het misschien te weinig is om het bij het onderwijs te laten. En ik denk dat het klopt, daar zit ik zelf ook mee. Maar het onderwijs is natuurlijk wel een heel krachtig instituut om een nieuwe generatie iets bij te brengen. En wat we ook weten is dat kinderen hun ouders ook kunnen opvoeden. Dus als jij op school hebt geleerd hoe jij een gevoelig gesprek over racisme aan kunt gaan. Als jij op school hebt geleerd hoe je in een gesprek stereotypen, vooroordelen en andere van dat soort uitspraken kunt op een kritisch, constructieve manier kunt tackelen. Kun je dat thuis aan tafel ook doen wanneer je met je oma zit tijdens het kerstdiner, wanneer je met je ouders zit bij het avondeten.
En ik kan me voorstellen dat je als ouder daar wel gevoelig voor bent als jij zo wordt gecorrigeerd door je kind. Maar tegelijkertijd hebben we ook nog onze beleidsmedewerkers, we hebben onze strategen vanuit de overheid, we hebben trainers, diversiteit en noem maar op. En die moeten echt aan de slag met ons allemaal om uit te gaan zoeken op wat voor manier wij dit gesprek het beste kunnen gaan voeren. Tegelijkertijd moet de gemiddelde witte Nederlander ook in zijn eigen hart kijken en zich afvragen, in wat voor wereld wil ik straks over 5 jaar nog leven? Als het racisme zo om zich heen blijft graaien. Wat kan ik zelf doen? En als je van je hart gaat kijken wat je kunt doen, komt er heus wel een oplossing. Maar dan wil je het zelf ook heel graag. En als je het niet zelf weet, dan ga je met andere witte Nederlanders praten. En dan kom je samen wel tot een model om iets op te lossen. Als je praat met, dus als je een cursus geeft aan docenten, wat is het eerste wat je met hen wil delen? Nou, als ik met docenten praat over deze onderwerpen, dat zijn vaak docenten die heel graag willen bijdragen aan de oplossing van dit vraagstuk. Maar ze weten gewoon niet hoe. Ze hebben geen idee hoe ze het moeten oppakken, aanpakken in de klas. Nee, wat eigenlijk hiervoor nodig is, Anthony, is dat de school ook voldoende meewerkt. De school moet een veilige omgeving zijn. Vanuit het concept van veiligheid moet er voor docenten ruimte komen om met dit soort onderwerpen aan de slag te gaan. En eigenlijk gewoon structureel, niet 1 keer in 5 en 6 jaar, elk jaar 1 keer een training en dat het regelmatig in de klas wordt gedaan. Een vraag van het... Ja. Gieselinde, je moet even... Ja, Gieselinde. Jij keek vanuit mijn blikveld, keek je naar opzij. Dus de choreografie is een beetje moeilijk. Hoi Asfa, hallo. Goed je te zien en dank je wel voor je prachtige verhaal. Ik heb ook een vraag die een beetje aansluit op wat je net zei over het vertellen van verhalen en ook over de diversiteitstrainingen die je geeft in het onderwijs. En dat gaat over... de ervaring die jij misschien ook wel hebt gehad, en ik heel veel had, dat juist inderdaad mensen die diversiteitstrainingen hebben gevolgd en proberen dat in de praktijk te brengen, vaak na een tijdje een beetje gedesillusioneerd raken, omdat ze geen steun krijgen op hogere niveaus en met name van het management. En heel vaak op hogere niveaus in het onderwijs, maar ook in heel veel organisaties zijn er dan inderdaad managers die zeggen, ja, we hebben toch die diversiteitstraining gehad en dan is het allemaal goed en dan kunnen we het verder zorgen. Maar op het moment dat het dan daarbij blijft en er niet steun komt voor concrete maatregelen, kan het juist op de langere termijn vaak tot desillusie leiden. En wat moeten we doen om te zorgen dat we behalve die trainingen, dat we ook dat die gecombineerd worden met meer structurele aanpakken, bijvoorbeeld ook managers verantwoordelijk maken voor, of schoolbestuurders. Want ik denk dat het zonder dat, en dat heb ik ook op de universiteit, dat het vaak op termijn dat mensen dan soort van moe en somber worden. En dat contraproductief werkt. Ik weet niet of je dat herkent. Ja, ik herken het. Dankjewel Gieselinde voor je mooie vraag. Nee, dit is echt een probleem, want je ziet heel vaak dat men een diversiteitstraining heeft ondergaan, of zo'n weerbaarheidstraining heeft ondergaan, en dat men na 4 maanden is men het eigenlijk alweer vergeten, zijn al die skills vergeten. Dus ik denk wat er moet gebeuren is echt iets vanuit de overheid, vanuit het ministerie van de overheid moet het echt structureel worden bedacht, ontworpen. Ja, ik ben niet zo'n beleidsmaker, maar dat is gewoon echt een taak die daar ligt. Maar er ligt ook een taak bij de leerkrachten om het aan te kaarten en te zeggen, dit is wat wij willen. Want wij staan voor de klas vanuit handelingsverlegenheid. Wij weten niet precies wat wij moeten doen als dit soort kwesties zich voordoen in de klas. En vaak beginnen dit soort goede acties ook van onderop. Dus van de leerkracht, die kan het aankaarten op school en er een plan voor maken. Maar ik vind dat het vooral bij de overheid, van het ministerie van Overheid, dat daar een taak ligt. En voor de rest is het allemaal behelpen wat we nu doen, maar het is niet voldoende. Gewoon even als... Ik heb ook wel eens zo'n diversiteitstraining bijgewoond. En na afloop had ik daar een soort van kater van, omdat ik het vrij soft vond, mm-hmm. vrij vriendelijk vond. Als ik nu jouw verhaal hoor, je leest een passage voor uit Anton de Kom, Wij slaven van Suriname. Ik,
ik kan me ook indenken, laten we als diversiteitstraining gaan wij een aantal boeken lezen. En door de ogen van deze specifieke schrijver, is dat ook een bijdrage? Zou dat helpen? Ik denk en-en. Je moet je ook realiseren dat er tegelijkertijd ook niet heel veel gelezen wordt. Maar tegelijkertijd is er heel veel social media waar men naar kijkt. Instagram, Facebook. Daar worden heel veel artikelen gedeeld, meningen gedeeld. Films, wat nog meer, spoken words. Dat zijn natuurlijk ook hele belangrijke bronnen waar mensen energie en zich laten inspireren om tot actie te komen. Dus ik denk dat het en-en is. En ik herken dat die weerbaarheidstrainingen soft zijn. Daar heb ik me ook echt behoorlijk aan geërgerd als ik zie hoe dat eraan toe gaat. Dus ik heb ook gezegd in mijn verhaal, net, er is echt nog een wereld te winnen aan hoe leerkrachten met een goede, strakke houding, strakke toon en strakke gezag zo een situatie in de klas moeten oplossen. Dus ja. Een vraag van het... Ja, Adriaan? Hartelijk dank voor uw mooie verhaal. Ben ik te verstaan? Ja. 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 Hoe gaan we om met woede? Toen ik Anton de Kom las, was ik boos. Heel erg boos. En ik begrijp eigenlijk niet waarom de zwarte gemeenschap, zal ik maar gemakshalve zeggen, zich zo keurig heeft gedragen. En mensen winden zich dan op over Akwasi, die het heeft dat die Zwarte Piet wel in zijn gezicht zou willen trappen. Ik vind dat nog erg netjes gezegd. Maar ik heb 7 jaar in Parijs gewoond. Toen heb ik heel veel woede ontmoet in de buitenwijken. Mensen die inderdaad niet meer willen praten met een wit persoon. Hoe ga je om met woede? Ik ben al heel boos. Dus ik kan de woede van zwarte mensen nog veel beter begrijpen. Maar ja, dan ben je gauw uitgepraat als je alleen maar met elkaar boos bent. Moeilijk hoor. Maar ik denk dat je de woede wel nodig hebt om ergens te komen. Want ik heb die woede ook gevoeld, Adriaan, toen ik Anton de Kom had gelezen. En ik heb mij toen ook afgevraagd, wat betekent dat nu voor mijn toekomst met witte mensen, met andere mensen van kleur? En dat heb je gewoon toch even nodig om een stapje verder te komen. En wat ik dus doe, ik vertaal de woede in wat ik nu allemaal doe. Hè? Het vertellen, het maken van onderwijsmateriaal, het gesprek durven aan te gaan in de klas waar ik denk dat het kan beginnen. Dat is mijn manier om... ik heb die woede op die manier een plek gegeven, want het is anders niet te doen. Maar het moet je wel tot actie toezetten. Dus ik zou je willen vragen, Adriaan, gebruik je woede om anderen te inspireren, om ook veel meer te doen aan racisme. Te bestrijden. Ja, nou goed, als ik je de gelegenheid heb je een keer alleen te spreken, zal ik toch wat dingen in je oor fluisteren die ik niet met de groep ga delen. Maar als ik daar even op mag aanhaken, Adriaan. Als ik daar op mag aanhaken, Adriaan. Als ik dus het debat volg in Frankrijk, met name daar, dan vind ik het altijd veel feller. Het is veel harder. Het wordt veel echt op het scherpst van de snede wordt daar een debat gevoerd over racisme. Heeft dat iets te maken met wat er in Suriname plaatsvond, met de volksaard daar door de Hollanders, dat de Surinamers daar rustiger in zijn? Doe normaal of hou het vooral netjes. Wat je net ook gaf, het mag niet te heftig zijn. Heeft dat iets te maken met dat Calvinisme, dat wat er ergens dan ook in zit? Ja, dus de vraag of zwarte mensen het debat daardoor netjes houden, bedoel je dat? Soms denk ik dat wel eens. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, ik herken het ook wel bij mezelf en het kan ook met mijn opvoeding te maken hebben gehad, om het netjes te bespreken. Maar tegelijkertijd, als je het een keer emotioneel bespreekt, word je ook gelijk op je plek gewezen. Zo praten we niet. Stel je niet te emotioneel op. Je bent agressief. Dan ga je ook anders praten. Ik heb wel het idee, Anthony, dat de generatie van nu, dus dat mijn ouders vroeger veel, de generatie van mijn ouders, die waren natuurlijk veel netter, veel gezinder, veel misschien iets wat onderdaniger.
maar dat de huidige generatie waar we Akwasi onder kunnen scharen, dat die eigenlijk veel alerter is, veel assertiever is en ook veel meer laat weten waar het op staat. En maar dat hij, is ook wel tijd. Ja. Even als aan, hij is geen Surinamer. Ja, maakt niet uit. Maar gewoon het idee van waar komt het vandaan? Het is een bepaalde generatie. Het netjes houden. Ik denk een andere vraag vanuit de werkgroep. Ja, ik heb wel een vraag. Asfa, hartelijk dank voor je verhaal. En warm betoog ook voor de plek waar de discussie gevoerd kan worden in het onderwijs. Vanuit het onderwijs heb ik eigenlijk ook de vraag op welke manier kun je scholieren, studenten, waar wij mee te maken hebben, zich toch laten verdiepen in deze materie, zonder daarbij gelijk of in zekere mate te oordelen. Want op het moment dat we inderdaad de discussie aangaan, dan wordt eigenlijk het meeste door studenten ook geleerd op het moment dat het zeg maar oncomfortabel wordt. Hè? Zeg maar binnen de pedagogie van het discomfort. Daar ligt juist het leermoment. Maar als je dan zegt van ja, je moet toch ook proberen wat minder beschouwend te zijn en ook meer hè, vanuit het hart, dan wordt dat opeens toch een lastige discussie. En daardoor wordt het vaak, zoals we ook in de werkgroep hebben geconstateerd, toch nog wel heel oppervlakkig besproken allemaal. En dan gaan we weer door. En mijn vraag is aan jou van, lukt het jou met jouw initiatieven om bij die verdieping dat te halen zonder dat mensen te snel oordelen? Ja, dit is een hele moeilijke. Ik probeer het wel te doen met de jongeren waarmee ik praat in het onderwijs. Maar ik vind het niet gemakkelijk. Maar iedere keer als het gesprek ongemakkelijk wordt, probeer ik wel te vragen, wat kun jij er zelf nog aan doen? En wat voel je precies en waar zit het ongemak en wat kan jij doen, denk jij dat jij kan doen om de situatie op te lossen? Maar ik denk eigenlijk dat wij met z'n allen moeten nadenken over hoe gaan wij om met het ongemak. Want het is heel makkelijk om het ongemak weg te schuiven en ik kan hier niet in mijn eentje bedenken hoe we het ongemak moeten oplossen. Maar vanuit het ongemak moeten wij wel tot actie overgaan. En dat is iets waar we echt met z'n allen voor moeten gaan zitten. Ik noemde al beleidsmakers, trainers, diversiteit, psychologen, noem het allemaal bij elkaar. Maar wij moeten met het ongemak moeten wij echt verder. En ik weet op dit moment niet hoe, maar ik wil het stokje bij jullie allemaal neerleggen. Asfa, ik heb een vraag. Als jij dus de klas binnenkomt om te gaan praten, hoe begin jij? Jeetje. Ik heb natuurlijk ook een aanloop. Ik zeg niet meteen, ik kom over racisme praten. Mm-hmm. Maar ik vertel eerst iets over de geschiedenis. En dan haal ik steeds de actualiteit erbij. En dan vraag ik wat zij daarvan vinden. Misschien moet ik, ik zal het anders zeggen. Helden is helden. Maar wat maakt dat ze jou vertrouwen om het te gaan delen met je? Dat al die verhalen op tafel komen. Ja, ik denk dat het... ik kom daar niet met een oordeel. Ik creëer een veilige setting. En dat merken ze aan de manier waarop ik praat. Dat elke mening er mag zijn. En kijk, jongeren hebben natuurlijk ook iets ontwapenends. Ik sta er ook als een vrouw die de geschiedenis begrijpt. En die ook de geschiedenis van kleur begrijpt. En dan merk je eigenlijk dat men best wel gemakkelijk praat. Dus zowel Marokkaanse kinderen, Turkse kinderen, over wat ze meemaken in de klas. Over hoe zij gewoon door de leerkracht die daar dan bij staat ook racistisch of discriminerend worden bejegend of met lelijke opmerkingen worden bestoken. Dat zeggen zij dan ook gewoon op dat moment daar in de klas. Dus ik denk dat dat, dat dat de reden is. Ik creëer een veilige situatie. Ik oordeel niet. En ik ben natuurlijk ook niet hun juf. Ik ben daar een gast. En dat maakt misschien ook het makkelijker om dan te praten met mij. Zonder dat het nog repercussies heeft voor hun cijfer. Ja. Mm-hmm.
Een vraag uit de werkgroep? Ja, ik heb een vraag, Asfa. Ik hoop dat je me daarbij kunt helpen. Want ik ben zo'n aardige witte vrouw die zich heeft verdiept in de geschiedenis van slavernij en erover heeft geschreven. En ik heb nu begrepen uit jouw verhaal dat ik ongeveer het ergste ben. En dat vind ik heel vervelend, want dat wil ik helemaal niet zijn. Als ik mij als schrijver verdiep in de situatie van zwarte mensen, van tot slaafgemaakte en dergelijke, en ik schrijf daarover vanuit mijn poging tot begrip en poging tot inleving en empathie, dan krijg ik wel eens het verwijt van culturele toe-eigening. Met andere woorden, we willen graag dat je je verdiept in ons, maar alsjeblieft doe dat niet. Je mag het niet beschrijven. Dus ik zou aan jou willen vragen, hoe moet ik omgaan met dat verwijt dat ik mij probeer te verdiepen in de narigheid, de ellende, de schuld en de schaamte? Ja, Nelleke, ik denk dat je er wel over mag schrijven. En ik denk niet dat het kritiek is dat je er niet over mag schrijven. Maar ik denk dat het ook wel een kunst is voor degene die erover schrijft en die er een tentoonstelling over maakt of die daar een soort ander kunstwerk over maakt, dat je de afstand klein maakt tot degene over wiens geschiedenis het gaat. En ik denk dat dat misschien het punt is dat die afstand nog als te groot wordt gevoeld. Herken je daar iets van? Hoe kan ik die afstand dan verkleinen? Want als je je best doet om zo dichtbij mogelijk te komen en zo respectvol mogelijk om te gaan met het leed, het verdriet enzovoort. Wie kan daarover dan precies het oordeel vellen over de mate waarin ik dat probeer te doen? Dus begrijp je dat ik daar soms ontzettend mee zit? Want ja, snap ik. Als je graag wilt schrijven erover, dan heb je toch voornamelijk je eigen emoties, je eigen gevoelens, je eigen hart, je eigen hoofd, je eigen ziel. En als schrijver probeer je sowieso in te leven in zoveel verschillende mogelijke culturen en mensen, dat je hoopt dat dat nou net datgene is wat jou tot schrijver maakt. Dat is voor mij dus soms ook een pijnlijke ervaring. Maar bedoel, die staat natuurlijk in geen verhouding tot de pijn die mensen destijds hebben geleden. Maar omdat het om gaat dat we nu allemaal proberen met elkaar, witte en mensen van kleur, een soort taal te vinden waarin we met elkaar elkaar kunnen begrijpen en waarderen en verder strijden. Daarom stel ik je die vraag, dat ik een beetje weet hoe ik moet handelen. Ik denk dat het tijd kost. Je moet het de tijd geven, Nelleke, omdat wij we zitten nu in een fase waarin, we zitten nu in een fase, denk ik, waarin het voor mensen van kleur op dit moment moeilijk is dat degene die over hun geschiedenis schrijven, degene die over hun geschiedenis tentoonstellingen maken, degene die allerlei kunstcreaties over hun geschiedenis maken, dat het voornamelijk toch mensen zijn met privileges, hè, de witte mensen met privileges. En ik denk dat daar op dit moment dat ongemakkelijk is voor veel mensen van kleur. En wat jij zou misschien kunnen doen om dat ongemak wat te overbruggen, is, hoe zal ik het eigenlijk zeggen? Wat jij zou kunnen doen om het ongemak te overbruggen is ik moet even heel goed nadenken hoe ik dit formuleer. Maar wat je bijvoorbeeld nu in de cultuursector ziet aan streven naar diversiteit en inclusie, misschien zou jij zo een stap kunnen maken. Ja. Misschien dat je zegt van, weet je wat, ik ga eens een paar jongeren om me heen verzamelen om met hun te schrijven samen, om met hun te werken aan een groot project. Hallo? Mag ik een aanvulling? Of ja. Adriaan. Oké. Okay. Ja,
Kijk, ik vrees, ik heb dat verwijt ook gekregen. En ik heb besloten, en het is niet dat ik maar gewoon even mijn mond hou. Waarom? Omdat ik inderdaad in die zin geprivilegeerd ben. Dat als ik erover schrijf, dan kom ik in de krant en dan wordt het uitgegeven. En als je zwart bent en je schrijft, dan is het kennelijk lastiger om een uitgever te vinden. Ik heb me erg druk gemaakt over Roofstaat, het boek van Ewald van Vught. Dus ik besloot om een documentaire over te maken. Toen werd ik gevraagd of ik dat mij daarvoor wilde inzetten. Dus ik vraag dat nou aan een zwart iemand. En ik noem de naam op van een aantal zwarte intellectuelen in dit land, de jonge mensen. De Rolodex in Hilversum is heel verouderd, dus men weet dat niet. Daarom alleen al ben ik voor Omroep Zwart. Verzamel dan maar in die tijd van nieuwe verzuiling al dat talent op één plek. En wat gebeurt er? Die film komt nou en het wordt toch weer door een witte meneer gedaan. Dus het is een beetje een hopeloze zaak. Je trekt je terug, je denkt nou komt er een zwart iemand en er komt geen zwart iemand. Dus het is een hele lange strijd. Je mond houden lijkt dan heel nobel en dan kan ik het me nog veroorloven ook om mijn mond te houden. Want als ik 34 zou zijn, dan wil ik ook carrière maken. Het is een heel lastig en heel precair iets, dat ook maar even in de groep gooien. Ja, ik herken het en ik denk wat we nu kunnen doen is echt kijken op wat voor manier wij veel meer eigenaarschap kunnen delen over dit soort projecten, erfgoedpresentaties waar ik het net over had. Dus echt het eigenaarschap delen en je dan gewoon daarvoor in te zetten. En dat zou ik ook Nelleke willen meegeven. En dan kost het nog wel wat tijd en veel tijd ook voordat dat goed voelt en dat er meer balans in zit. Maar het gebeurt nu toch ook al in verschillende gebieden in onze culturele sector met name. Dus nou, ik zie daar wel een mogelijkheid, een kans. Mag ik daar een aanvulling op geven? Gisteravond hadden we onze bijeenkomst en die opende een aantal mensen die het boek gelezen hadden, die openden met woede. En die woede kreeg een plek, omdat die was gekoppeld aan het boek, gekeken werd naar deze tijd, gerefereerd werd wat er in Frankrijk, in Parijs, in Nice plaatsvond deze week. En ik voel, ik leg het even op tafel, slaan wij niet te snel de woede over? Gaan we niet nu, moet die nog meer plek krijgen? Het was er even, een minuut of vijf, denk ik. Echt. En daarna gingen we, zoals Sumitro zei, we gingen over naar het praten, omdat het toch een maar moeten we daar niet meer ruimte voor maken? In die diversiteitsgroepen, die ik soft vind, die ik heb meegemaakt, dat daar meer ruimte komt voor die emotie. Ik zou dat doen. Ik zou daar meer ruimte voor maken als ik je was. Daar moet iedereen doorheen. Ja. Oké. Zijn er nog vragen? Ja. Was dat voor mij? Ik weet het niet zeker. Ik zag een vinger omhoog gaan. Ja. Ja. Goed. Ja, nee, ik vind het echt heel erg jammer dat ik er gisteren niet bij was. Maar ik wil zeggen dat misschien wordt er nog iets overgeslagen behalve woede. En dat is, ik denk, een van de dingen die Asfa zei, die net het direct bij me binnenkwam, is denk ik dat over schaamte. Ik denk dat op het moment dat witte Nederlanders zulke soort verhalen horen, dat er inderdaad een vorm van identificatie optreedt en dat het daar zelfs schaamte door wordt getriggerd. En dat merk ik ook bij mezelf. En we weten uit de psychologie met de psychoanalyse dat inderdaad dat een van de manieren om schaamte, want schaamte is echt een heel nagevoel, om schaamte kwijt te raken, is om het om te zetten in woede. Dus eigenlijk de vraag die ik, en dat is, ik vind het eigenlijk ook een beetje lastig om die vraag aan Asfa te stellen, want dat lijkt me nou precies iets wat Asfa niet hoeft op te lossen, misschien die witte schaamte. Het gaat vaak over witte schuld in zulke discussies, maar ik denk wel dat schaamte, mijn vraag is eigenlijk een beetje de tegenkant van wat Adriaan vroeg, namelijk wat moeten we met die schaamte? En ik denk dat als we die geen ruimte geven, want de makkelijkste manier om schaamte weg te maken, want het is een soort van overtollig, afschuwelijke energie, en die moet weg. En we weten dat schaamte wordt, ik denk heel veel van de woede die we nou zien bij de autochtone Nederlanders, dat schaamte is. En ik weet niet zeker, ik denk dat er misschien op heel veel andere plekken ook wel sprake van is. En wat moeten we daarmee?
Dus Adriaan vloog, wat moeten we met de woede? Maar ik denk, wat moeten we met die schaamte? Want dat is nog veel erger. En dat vond ik ook, zoals gezegd, een van de, ja, hoe zeg je dat, van de verhelderendste opmerkingen die je net maakte, Asfa. Ja, dank je. Ik heb daar ook geen antwoord op dit moment. Maar ja. Het is een hele goede toevoeging. Dank je. Ja, ja, nee, ik hoor ook, ik vind het grappig, ik hoor jouw leermeester daar ook in. Die ik ook heel goed ken. Inderdaad, schaamte is zoveel belangrijker dan ons realiseren bij zulke dingen. Ja, maar ik weet het ook niet. Ik kijk even naar de organisatie ook, Elisabeth, Annelies. Is er nog ruimte voor één vraag? Hoeveel tijd is er nog? Is er nog een vraag vanuit de werkgroep? Dan heb ik nog misschien een te grote vraag, maar ik ga hem toch eventjes stellen. De universiteit in Suriname, we hebben het over verhalen. Hoe wezenlijk het is dat we terugkijken om vervolgens naar de toekomst te kijken. Universiteit van Suriname, je hebt er gestudeerd, de Anton de Kom Universiteit, opgericht in 1968. Sinds 2013 is daar de faculteit geschiedenis. Wat maakt dat die faculteit zo laat daar is opgericht? Ja, ik weet het gewoon niet waarom dat is gebeurd. Maar wat ik wel, ik heb het altijd wel gemist hoor, toen ik op de universiteit zat. Ik heb sociologie gestudeerd en je had nog een paar andere disciplines waar geschiedenis heus wel aan de orde kwam. En ik herinner mij dat je ook weer een lerarenopleiding had die geschiedenis, die over geschiedenis ging. Maar ik denk misschien dat de meeste mensen in Suriname zich, ik denk toch dat, dat in Suriname de focus ligt op overleven. En dan is het aantrekkelijk om vakken te kiezen waar je echt mee aan de slag kan in Suriname. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat het daarmee te maken heeft. En ik vertelde je gisteren ook al, het debat over slavernij en over de erfenis van slavernij, dat wordt lang niet zo heftig gevoerd in Suriname als wel in Nederland. Dus men spreekt er wel wat over, maar het is echt niet zo fel. Men verbaast zich ook over de felheid hier. Dat zie ik soms ook in Facebookgroepen terug. Bijvoorbeeld van die Facebookgroepen van de middelbare school waar ik in Suriname op heb gezeten. Dan hoor je sommige mensen daar ook weer opmerkingen maken van, goh, waar maken zich in Suriname druk om over Zwarte Piet en over de Gouden Koets? Dat begrijpen ze niet. Sommigen wel, maar niet allemaal. En het land is gewoon arm, men moet overleven, er zijn heel veel problemen. Tegelijkertijd wil men die geschiedenis ook weten. Is er ook een enorme honger naar die geschiedenis. Het moment dat een mooie tentoonstelling die hier wordt gemaakt, wordt geplaatst of reist naar Suriname, dan is het ook dringend. Dan wil iedereen het zien, horen, meepraten. Scholen trekken er vol. Heel veel mensen proberen er toch heen te gaan. Dus ik denk dat het een beetje zo zit. Er is een vraag. Ik zie niks. Ik zie niks op het bord. Het is helemaal zwart. Kan je de vraag even stellen, Annelies? Ja. Er zijn veel manieren om je anders te voelen en met vooroordelen om te gaan. Seksuele geaardheid, gender, religie, geloof, geslacht, etc. Hoe kan je krachten bundelen en wat kunnen we leren van andere landen zoals de VS? Dat is een vraag. Dat is een hele grote vraag, inderdaad. Wat kunnen we leren van het bundelen van krachten? Dat moeten we gewoon gaan doen. We doen het nog te weinig. Al onze krachten bundelen om tegen allerlei vormen van discriminatie te strijden. Ja, dus dat. Maar als je dat dan vergelijkt met dus Amerika en hier, nogmaals, ik vind daar ook dat het debat en het gesprek veel verder is, veel meer op het scherp. En hier weer rustig aan, niet te emotioneel. Wat kunnen we daarvan leren? Van die emoties, van dat woede in het debat stoppen, gefundeerd. Ja, kijk, Giseline zei het al. Moet je iets met de woede of moet je iets met de schaamte? Oh ja, ja, klopt. Ja, ja. Dus ik denk dat het antwoord daarin ligt, ja. Anthony. Ja. Ja. Is er nog een vraag? Dat was de vraag. Ik ga nu. Ik rond af. Als we,
Dank voor je verhaal, dank voor je inzicht, dank voor je emoties. Dank dat je hier was, dat je hier bent. We nemen het mee. We gaan zorgen dat we de verhalen gaan vertellen. We gaan nadenken over wat we vandaag hoorden. Ik dank je namens de werkgroep, ja, namens de organisatie, de Academie van Kunsten. Ja. Ik mag nog meedelen dat de werkgroep elke maand hebben we het over boeken. In november lees een essay van Bell Hooks, Representing Whiteness in the Black Imagination. En we lezen ook het boek van Coates, Ta-Nehisi Coates, Between the World and Me. En mensen kunnen dat bijwonen. Hè? Mensen kunnen dat. Klopt dat, Annelies? Nee, kunnen niet bijwonen. Weg gaan. Nee, sorry, u kunt dat niet bijwonen, helaas. Maar wij lezen die boeken en ik zou zeggen, leest u die ook. Ik dank u voor uw aandacht.